Harry Vermegen vindt het veel te ver gaan hoe er in de media wordt geoordeeld over het vreemdgaan van Whalen. De zanger heeft zijn vrouw Bibi Breiman bedrogen terwijl ze hoogzwanger thuis op de bank zat. Misschien niet chic, maar ook weer geen misdaad, vindt de opiniemaker en oud-sportpresentator. Er heerst bij Harry vooral medeleven met Whalen. Arme Whalen. Dat is nou het gevolg van het hele MeToo-gebeuren. Zeg maar het verlengde daarvan. Dat MeToo-gebeuren is natuurlijk volkomen doorgeslagen en daar heeft Whalen nu enorm veel last van, want nu beginnen ze ineens iedereen op de brandstapel te gooien die vreemd gaat. Nou ja zeg. Belachelijk, vindt hij. De halve wereld gaat vreemd. Ja, hehe, nou. Dat is nieuws zeg. En dan wordt die arme Whalen ineens aan de hoogste boom gehangen. En trouwens, het interesseert mij niet. Het gaat ons helemaal niet aan of Whalen vreemd gaat, ja of nee. Dat moet Whalen zelf weten. Het is volgens Harry ongelooflijk vervelend voor Whalen. Hij heeft alleen verantwoording af te leggen aan zijn Bibi. En nou wordt die Whalen gedwongen om door het stof te gaan, want dat is nou wat er aan de hand is. Dat noem ik dan arme Whalen, want hij hoeft voor mij niet door het stof. Wel vindt hij het raar dat Whalen in zijn excuusberichtje over demonen begon. Je liep gewoon je pik achterna, mafketel. Met je demonen. Die excuses had Whalen sowieso niet moeten maken, vindt Harry. Voor mij hoeft het niet, nooit meer je excuus maken, ga lekker vreemd als je dat wil. Hij vervolgt, als Bibi er ook mee akkoord is niets aan de hand en voorlopig ben ik aan jouw kant en zeg ik, arme Whalen.